Goedemorgen, het is vandaag donderdag en ik ben onderweg met Nessie naar de gym. Ik zie er niet zo uit, maar Nessie moet trainen en ik moest eigenlijk een campagne shooten en Nessie zou me erbij helpen, maar we hebben geen tijd meer, dus ik ga gewoon last minute mee met hem, terwijl ik er uitzie als een of andere diva. Jouw trainer gaat wel echt denken van, God. Ik heb zelfs hakken aan, gewoon met blote voeten, zeg maar. Hoe zeg je dat? Open schoenen heb ik aan. Dus ik sta wel voor paal. En ik hoop dat ik na de training wel een video ga maken. Dus ik ga me erbij helpen, hè. Hij heeft er echt heel veel zin in. Oh, hij heeft altijd zoveel zin om foto's van mij te maken en video's van mij te maken. Echt, we hebben nooit discussies erover. En het gaat altijd goed. Dus ik begon meteen in één keer gewoon perfect. En ja man, huur Nessie in voor al je vrouwenfoto's. Yes. We zijn net dat hij elke keer als hij een Selena liedje hoort, dat hij aan mij moest denken. Vorige keer hadden we ruzie. Kom ik ergens binnen, we gingen wat eten halen en ik ging eten daar toch. Dus ik zat daar gewoon vet emo. Opeens hoorde ik... Ken jij Madison Beer? Wie? Ik ken Madison Square Garden. Ken jij Hailey Baldwin? Hailey? Baldwin. Baldwin. Hailey. Ik kom wel heel bekend voor je. Hailey is die chick van Justin toch? Ja, shit. Ken jij Bella Hadid? Bella Hadid, ja, die naam komt wel bekend voor. Is zij niet van... Was zij niet zo'n make-up merk daar in Dubai en zo? Huda Beauty. Dus ik was met Nessie in Dubai en toen had ik hem dus voorgesteld aan Huda Beauty. En toen was hij een keer met zo'n vrouw aan het praten over weet ik veel beauty en zo. Ze stond echt nergens op en ik stond ernaast. Toen zei hij tegen haar: ja, mijn vrouw houdt van Buddha Beauty. Ik zei het. Wie is het liedje die je vandaag zong? Demi Lovato. I wonder when I love me is enough. I wonder when I love me is enough. Ja, gewoon pop, je houdt niet van pop. Gewoon top 40. Ja, precies. Ja, I love it. Het is beter dan wat jullie allemaal luisteren nu. Nee hoor. Wat dan? Wat luister jij? Rap. Ik luister Justin Bieber. Wat dan? Wat wil je zeggen dan? Jungle van... Jungle? Ik heb Nessie net afgezet bij de gym. Hij gaat trainen bij Omar. Hij gaat vandaag helemaal dood waarschijnlijk. En ik ben nu even rijden naar dichtbijzijnse Starbucks om even een koffietje te halen. Ik moet me even een uurtje alleen vermaken. En we hebben trouwens net in de wijk gewoon een filmpje opgenomen. Ik hoop echt dat hij goed is gelukt. Tenen zijn nu zo fucking koud. Ik ga echt dood. Als mijn video is gelukt, dan zien jullie hem nu. En anders heb ik pech en moet ik nog een keer straks in de kou gaan lopen poseren. We zijn nu in Amsterdam. Ben je je papier vergeten thuis? Ik denk het wel. Zo, heb je even geluk met alles op jou vandaag. Oh. Ik schrok er zo erg van. Alles op Miriam. Nessie is altijd blij als ik facteer. Yes. Gisteren was ik naar de supermarkt gegaan. Toen was hij zijn portemonnee ook vergeten. Die was expres. Ik denk zo. Maar wat hij dan doet is expres alles halen wat hij normaal niet haalt. Terwijl op een gegeven moment dure dingen halen. We gingen snacks halen. Op een gegeven moment was ik gewoon €50 aan het betalen. We gaan even naar de boekhouder toe. Dat is de planning. Ik ben echt heel warm gekleed eigenlijk. Ik heb gewoon best wel dikke rok aan en mijn jassen en zo. Alleen deze schoenen zijn zo koud. Even kort samengevat. Ik heb stress in mijn leven. Nee, wij waren klaar met afspraken. We wilden uit eten gaan. En wat was er toen gebeurd? Dat ik mijn portemonnee kwijt was. Portemonnee kwijt. Wij teruggaan naar de tankstation waar we als laatst hebben gepind. Camerabeelden gecheckt. En wat bleek er toen? Ik heb mijn telefoon betaald. Apple Pay. Dus je hebt nooit je portemonnee meegehaald. Dus we hopen dat hij thuis ligt. Stond trouwens ook een beeld dat je geen portemonnee mee had. En dit is echt leuk. Het is gewoon de hoofdpijn. Het scheelt gewoon hoofdpijn als je je portemonnee niet kwijt bent. Ik denk dat die vrouw weer bent. Portemonnee is... dus niet kwijt en was gewoon heel de tijd thuis. Dus een paar afspraken, we zijn er naartoe geweest. Daarna zouden we even lekker samen eten en gewoon chillen. En dat is er niet van gekomen, want meneertje dacht dat zijn portemonnee kwijt was. Maar het was gewoon thuis. Hij heeft gewoon met Apple Pay betaald, één keer. Oh, hate my life. Om 2 uur grijze haar. Bel je voor het blokkeren of de verandering van je betaalproducten. Gaat hij weer de bank bellen nu? Hij heeft alles geblokkeerd, nu moet hij alles weer deblokkeren.
heb me even snel omgekleed. Wij gaan nu uit eten. Woehoe! Ik heb een broek aan van Boohoo. En een top van Zara van de nieuwe collectie. En een blazer van de Mango. Gewoon even een fijn outfitje, zodat ik lekker kan eten vandaag. Ik had dus heel lang al een heel mooie witte blazer. Dus ik heb een paar blazers besteld. En ik hoop dat ze heel snel binnenkomen. Ik heb ze bij Naked besteld. En ik heb volgens mij 3 verschillende besteld. 3 van jongens. Nou, wij hebben inmiddels boodschappen gedaan. Heel veel boodschappen gedaan voor 150 euro bijna. Ik heb nu mijn badjas aan en daaronder mijn pyjama. En we gaan naar ons nieuwe kantoor. En dan gaan we even lekker aan het werk en chillen. Dat is een beetje de bedoeling. Het is nu bijna 11 uur, als je het wil weten. En we gaan gewoon nu nog naar kantoor. We zijn in die mood gewoon. Wij zijn inmiddels op kantoor. En normaal gesproken zou ik jullie even een rondleiding geven. Maar bij mijn kantoor echt sinds pas een week of 2. Dus het ziet er niet helemaal goed uit. Ik vond het wel echt heel schattig. Want ik ben hier voor het eerst. En SM heeft hier allemaal geurtjes geplaatst. En daarachter, ik weet niet of jullie zien, wierook en zo. Dat heeft hij allemaal voor mij. Dat vind ik echt super cute. En hij heeft een Senseo-apparaat gekocht. En hij drinkt niet eens koffie. Dus ik ga zo lekker koffie zetten. En ja, hij heeft het hier wel gezellig gemaakt. Maar het is echt nog lang niet af. Ik heb al wel posters en lijsten voor hem besteld. En we gaan hier zo'n heel mooie wand neerleggen. Dat gaat hij samen met zijn vader doen. Maar ja, hij heeft me dus helemaal niet verteld. Dat hier best wel veel mensen werken, ook in de avond. En ik kwam hier dus aan met mijn badjas en pantoffels. En ik schaamde me dood, want het was best wel druk. In het vorige kantoor van Nessie, daar kwam echt niemand 's nachts. Maar dit was gewoon echt druk. Ik stond echt een beetje voor paf. Maar ja, goed, wij gaan hier even aan het werk. Een hele goede morgen. Het is vandaag vrijdag. Ik ben alweer onderweg naar een lunchafspraak met Honey en Marink. Echt heel lang geleden. Ik zweer, 2 maanden geleden was Marink jarig en ik kon er niet naartoe gaan. Toen hadden we elke keer afspreken met z'n drieën en dat lukte maar niet. Tot vandaag, het is alweer maart en ze was in januari jarig. Dus echt heel erg. Maar ik wil haar nog graag trakteren en ik heb nog een cadeautje voor haar. Dus die wil ik ook graag geven. Maar jongen, wat een ellende overal met het coronavirus. Ik zweer, een tijdje geleden was het nog zo ver weg. Toen was het allemaal in China nog bezig en zo. Toen dacht ik, oh, dat komt nooit naar Nederland toe. Toen was ik nog naar Bali toe gegaan. Alles ging goed. En toen dacht ik, nou, het is echt zo ver van huis. Maar nu word ik er ook echt, zeg maar, zelf helemaal bang van. En mensen zijn nu ook echt dood aan het overdrijven met het hamsteren en zo. Ik ben vanochtend ook weer naar de supermarkt gaan een paar dingen te halen. Maar echt heel veel schappen waren leeg. Maar het is ook zaterdag, dus dat telt natuurlijk ook mee. Maar ik hoop echt dat het allemaal wat rustiger wordt. En dat we niet volgende week allemaal thuis moeten zitten, verplicht. Maar ja, dan is het juist wel goed om allemaal thuis te zitten. Dan kunnen we allemaal lekker gezond en veilig zijn met z'n allen. Ik begin er een beetje bang voor te worden. Terwijl ik eerst echt dacht van, ach maar, het is maar een griepje, overleeft het wel en bla bla bla. Maar ik lees nu steeds meer artikelen over wat er in Italië allemaal aan de hand is. En dan denk ik van, oh shit jongens. Dit is toch wel heftiger dan. Ik ben alweer aangekomen. Ik ben nu met Marink en Hon. Wij gaan lekker gebak eten. Op verjaardag van Marink. Maar Marink eet zelf geen gebak. Wij zijn nu bij Stroom in Rotterdam. Dus bij Delfshaven. Je kunt daar best wel lekker een koffietje drinken. Kijk hem daar zitten. Niet vergeten. Guys, hoe dom zijn dat we überhaupt naar Ikea komen? Het is trouwens fucking druk. Nou, dat nou, ten eerste. Nou, nou. Je wilt echt wil, druk. Kom eens even voor je dan. Hier, het is nog nooit zo rustig geweest in de Ikea. Dit is toch gewoon. Nou ja, nu zie. Nou, toen we binnenkwamen was het echt overvol. Nu ben je me echt gewoon aan het stangen. Maar in ieder geval. Ik kom hier om te eten en het restaurant is gesloten vanwege voorzorgsmaatregelen. Boring. Wat is, boring. Wat is, ik wil zalm eten. Er is geen zalm. Wat is Ikea zonder eten en gehaktballen? Klopt. Niks. Wat is Ikea? Niks. Boring. Oh, echt een heel vol kar. Hoe? Je hebt er zin in, hè? Ja. Yeah. I wonder when I love me is enough. I wonder when I love me is enough. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. I wonder when I love me is enough. Irritant. Niemand kent dat nummer. Niemand.
Oh, laat in de comments achter als je hem wel kent. Wij zijn alweer op kantoor. Woehoe! Ik denk dat ik maar even ga editen, want ik moet morgen een vlog plaatsen. Dus dan ga ik alvast mee starten. En dat is het een beetje. Ik dacht, ik zit hier toch. Ik wil jullie even wat laten zien. En dat is mijn huid. Kijk. Mijn huid reageert echt zo slecht op zuurvul. En nu merk ik het dus echt heel erg. Ik heb afgelopen dagen echt wel cappuccino's weer gedronken. Met gewone melk, als ze dus geen amandelmelk hadden. We waren net ook bij een tentje, die hadden dus geen amandelmelk. Dus heb ik gewoon een cappuccino besteld. En kijk, ik weet niet. We hebben net besteld en vandaag dus niet via thuisbezorgd, maar via Uber Eats. Of was het nou Nes? Ja, Uber Eats. Oh, het ziet er echt zo goed uit. En dat kon ik gewoon zelf samenstellen. Dus ik heb eiernoedels uitgekozen. Eiernoedels met kip en groente en oestersaus. Ja.